Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 105. Nou, dat was een helemaal vol. Precies. Hé, hey, bijna Pasen. Drie dagen voor Pasen, tenminste. Even een moment. En we hebben weer een update vol met leuk materiaal. Zo hebben we bijvoorbeeld een dingetje wat momenteel supergoed loopt. En dit is een kubus. Het is een kubus. Je kan hem gewoon checken ook. Het is een speed cube. Ja, mag hem gewoon door elkaar draaien als je wil. Mag hem spelen. En voor duidelijkheid, we hebben niks afgesproken. Hè? Als je dit uit zijn geheugen doet, dan is het zo knap als ze het zand houden. Het is volledig. Ik kan ook eventjes patroontje kunnen doen op Cube 3 of zo, maar dat ga ik nou niet doen. Nee, dit is echt gewoon. Dus even keer, ik zal nog 5 slagen doen of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het is echt willekeurig, ik heb niks afgesproken. Knap. Knap. Oké, maar dat is een mooie. Ik wist vanmorgen al dat jij dit ging kiezen. Dat is knap. Ja, hè? Zal je daar zien? Ik heb je mijn telefoon liggen namelijk. Ik zou even naar internet gaan. Kom onze website erop. Zie. En op onze website heb ik een pagina gemaakt. Kun je ook rustig kijken. Je kunt nu thuis ook kijken, maar dan staat dit er niet meer op. Want ik vervang de foto telkens voor als ik de truc opnieuw doe. Menu. En dan ga ik even naar onderaan staat de Rubik's Kubus voorspelling. Daar staat een voorspelling. En die voorspelling zegt dit. Nou, ik check even mee. Geel, wit, blauw. Geel, wit, blauw. Wit, groen, geel. Alles staat hier, zie. Alles matcht helemaal. Ja, we kunnen de kubus niet draaien, maar alle kanten matchen helemaal. Ook, ja, ja, kijk maar, ja, matcht allemaal. En dan zeg ik natuurlijk, ja, tuurlijk. En dan geloof ik natuurlijk niet dat ik die foto echt gemaakt heb. Ik zal laten zien. Want in mijn galerij, daar staat gewoon ook exact dezelfde foto. Wat als het nou? Niet dat je denkt dat het anders is. Wat wil je vragen? Je kan ook gewoon. Wacht even, je kan gewoon inderdaad draaien. Maar als je, het is niet zo dat, het is even de website terug, dat jij draait zeg maar dat alles nu compleet verandert. Want ik liet het mijn kinderen zien en die zeiden, ja, maar dat is gewoon een kubus die, daar verandert gewoon de foto op je website ook. Nee, zo werkt het niet. Wat is dit? Dit is Rubik. Mooi. Ja, we zagen dat in Blackpool al en het is een potverdikkie vet dingetje. Vind ik. Ja. En dat zien we ook in de verkoop, want het loopt heel goed. Het mooiste is, stel je doet het voor een zaal en je zegt even tegen iedereen van, ga even naar mijn website. www.goochelaarleon.com. Het bestaat niet, ja misschien bestaat het wel, maar zie jouw site. He? Heel zaal, 1000 man. Tikken, Goochelaarleon en denken, Goochelaarleon. Kom op zijn site, zien die foto's staan, er staat misschien bij. Vandaag ben ik aan het optreden in Deurne. En ik voorspel dat rond 8 uur mensen aan de kubus zullen draaien. En dat dit het resultaat is. Bam, dan staat je foto en dat matcht gewoon met dat. Op groot scherm op je podium of op de telefoontjes van de mensen thuis. Of in de zaal, sorry. Matcht dit. Ja, dat is toch gaaf? Dat is echt gaaf. Dus je hebt, daar gaan we even een beetje over vertellen. je krijgt een echte goede speedcube, want zoals je al hoort, je kan bijna geen halve slag maken. Want de hele kubus is voorzien van magneten. Het heeft niks met de truc te maken. Dat is een speedcube. Dus hij, je ziet hij gaat op tjak steeds door. Ja, je kunt hem niet te ver doordraaien, dus dat is fijn. Hij loopt steeds door de magneetjes. Vind je dat vervelend? Geen probleem. Op de video laten ze zien hoe je al die magneetjes er ook uit kunt halen als je dat wil. Okay. Zou ik dat doen? Nee, want ik vind het gewoon prima zo. Ja, het is een speciale kubus, echt high-tech, laat ik het zo zeggen. En het werkt vanzelf met een app op je telefoon. En met de app op je telefoon, die kopieert exact wat hier gebeurt. Dus in principe hoef ik niks te doen. En je hebt een aantal instellingen, waardoor automatisch met een code hetgeen wat hier gebeurt op je website verschijnt. En dan heb je ze volledig zelf onder controle. Of je stuurt zelf op welk moment er iets naar de website gestuurd moet worden. Of je stelt in, met een tijdlimiet, dat het daarna toegestuurd moet worden. Automatisch worden foto's gemaakt op je telefoon. Naar je galerie worden die geëxporteerd. Dus dat zag je net ook. Dus dan kun je allerlei dingen instellen, kun je allerlei dingen wijzigen. De nieuwste functie vind ik ook een hele gave. Is dat je, als je achter contactgegevens wil komen van mensen. Nou ja, het is een goede manier. Zeg je, goh, mag ik een hele coole truc laten zien met een kubus? Geef me even jouw e-mailadres. Je pakt je telefoon. Zeg, ik stuur je nu even een e-mail. Verzonden. Leg de telefoon weg. Heeft de toeschouwer. Draai in de kubus. Ga draaien in de kubus.
De e-mail wordt verzonden naar, die is al verzonden van tevoren naar de klant of naar de persoon. Ja, dus al inmiddels dan aangekomen zijn. Als je stopt, leg je hem neer en zeg je, maak je telefoon open, maak je e-mail open. Hij opent de mail en daar in zijn e-mail, in zijn postvak, staat een foto van de kubus zoals die op dat moment is. Ja. Hoe dan? Wat je ook eventueel kunt doen, als je klaar bent met de truc, kunnen mensen de telefoon bijvoorbeeld neerleggen, je legt je visitekaartje bij, knippen ze een foto van, hebben ze ook nog een aandenken. Ja. En ook weer een visitekaartje. Ja, kijk, ze geven ook tips. Kijk, je zou bijvoorbeeld een QR-code kunnen laten printen ook van je website, foto van de kubus. Dus als je het truc gedaan hebt en mensen gewoon de QR-code scannen, bliep, gaan meteen naar je website. Kan ook, hebben ze ook een hebben je site ook bezocht. Je krijgt een compleet, dus USB oplaadbaar. Gaat in mijn opgeladen zijn 50 tot 60 uur aan. Dus dat hij aanstaat mee. Dat is echt wel super lang. Uitgebreide half uur durende instructievideo. De app is verder gratis. Dus je koopt geen app. Alles is erbij. De toegangscodes en alles. Dat is eigenlijk ook geschikt voor Android en iPhone. Er zitten iets verschillende apps. Maar uiteindelijk de werking is hetzelfde. Bij iPhone kun je kiezen tussen functies. Of website of foto's. Of noem maar op. En bij Android doet hij gewoon alles. Dat vind ik ook wel okay. Mooi. Ja, hij doet in principe nu ook alles, maar als ik kan kiezen om alleen maar foto's te maken, dat hij geen gebruik maakt van internet. En bij de andere doet hij dat automatisch niet. Dus gewoon een verschillende in de apps. Ja, voor de rest, wat zeggen wij? Oplading zit erbij, USB-kabel, link naar de app met je activatiecode. En je krijgt uiteraard ook een jaar garantie erop, het blijft elektronica. We vinden dit een heel cool ding. Rubikt by Vincent Tarret. €159. Mooi, mooi, mooi. Ja, gaaf. Ik heb ook nog wat moois René. Oké. Ik heb hier als goed is een munt. Een dollarmunt. Een grote dollar. En ik zie hier ook nog iets hangen. Twee. En ik heb hier ook nog. Oh, wacht even, nou zijn drie pokerfiches. Drie pokerfiches. We hadden net munten, maar. Let op, we pakken er gewoon eentje, kijken wat er gebeurt. Die verdwijnt. Deze verandert weer terug. En een dollarmunt. Als je wil kun je deze ook weer laten veranderen naar een dollarmunt. Ik zal hem ook eventjes terug gaan hierboven. En de laatste. Het gedopje hoeft alleen maar dit te doen. En die verdwijnt. En deze truc heet Vegas Dream. Je krijgt de munten. Ja. Oh, deksel zit aan de onderkant. Ja. Je krijgt extra stickers. Ja. Online instructie. Ja. Ja, top ding. Mooi ding. Ja, dit is een product dat... ik moet even denken wanneer was Bill bij ons. Was dat vorig jaar al, hè? Voor een lezing. Ja, volgens mij wel. November of zoiets. In ieder geval, we proberen deze al langer een update te doen. Alleen... Als we minder update willen doen, is hij alweer uitverkocht. Ja, hij is moeilijk leverbaar. En inderdaad, als we het krijgen, dan zijn ze vaak... Mensen ook, nemen ze met de twee tegelijk mee. Ja, gisteren ook, denk ik. Het is gewoon een zeer goed gemaakt ding. Ja. Voor dat geld, €69. Mooie munten. Ja, heel mooi gemaakt. Goed gemaakt. Mooi geluid. Ja. 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 Ja, je krijgt dus twee normale munten. En de speciale munt, voor de routine die Leon deed, heb je alleen de speciale munt nodig. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Nee, het ziet er heel moeilijk uit, ja, vind ik. Want toen ik voor de eerste keer zag, toen ik het hem zelf zou doen, dacht ik van, hoe, dat is ingewikkeld. Maar het ziet er moeilijker uit dan het is. Ja, want ik heb volgens mij de video 5 minuten gekeken, toen liet ik het jou zien. Dan zeg jij, hé, dat ziet er wel goed uit. Ik dacht, oké. En ik dacht eigenlijk, dat ziet er nog niet zo heel vet uit, maar het is helemaal niet moeilijk. Ja. Dus dat is Vegas Dream. Even duidelijkheid, het zijn replica's. Dat zijn geen echte Morgan Dollars. Maar ze zien er prima uit. Ja. Ja, tof ding. Ja. Vegas Dream, €69. Eurotjes. Eens even zien. In het spel kaarten. Leon, stel voor, jij bent twee toeschouwers. Nou, dat is een beetje lastig voor te stellen, maar je bent er maar één, maar voor idee. Ik ben er één van twee. Zeg eigenlijk stop bij jezelf wel. Stop. Stop, zeker weten. Oké, we gaan niet deze kaart bekijken, die heb je natuurlijk al lang gezien. Kijk de kaart even waarop je gestopt bent. Jazeker. Heb je gedaan? Oké, laat me even zien. Ik kan het niet zien. Twee toeschouwers zeg je eigenlijk stop. Stop. Zeker weten? Ja. Oké, ook niet deze kaart, zou ook hetzelfde zijn natuurlijk. Zou mijn lievelingskaart weer... Ja?
Jazeker. Okay. Kaarten gaan terug in het spel. Kaart nummer 1. Kaart nummer 2. Oké, ambitious kaart? Ja. Ik tik bovenop. En het ongelofelijke gebeurt. Want bovenop het spel ligt nu één kaart. En die weerspiegelt allebei jullie kaarten. Namelijk de ruiten 3. Want wat dat was gekozen welke kaart? De ruiten aas en ruiten 2. Is samen ruiten? Ja, maar dus geen ambitious kaart. Maar met ambitious kaart komt de... Zou dan in dit geval de ruiten aas en de ruiten 2 boven moeten liggen. Dan zou je dus nou de ruiten aas... Oh, dan zou ik 2 kaarten moeten hebben. Ja. Maar dat kan wel, dan moeten we even dit. Dat is ook geen probleem. Hier hebben we een... ruiten zo. 2 en een ruiten aas. Dat kan ook. Dit is splitkaart. Een manier om splitkaart te vertonen in de routine. Je zou ook alleen maar kunnen zeggen, ik heb er 1 kaart. Je maakt er 2 van. Splitkaart van Michael Chatelain. Ja, visueel dingetje. Ik denk dat ze voor Facebook, voor... Facebook. Voor Instagram, dat soort dingetjes. Videootje maken. Vet cool. Het is ook een praktijkding. Je kan het echt gewoon gebruiken. Want je moet echt heel goed kijken, wil je het zien. En zeker mensen die niet weten wat ze moeten zien. Ja, die zien het sowieso niet. Splitkaart kost €29,95. Hebben wij in rood en blauw. We hebben het over de rugzijde. Je ontvangt de speciale gimmick met... online instructievideo zonder kaartspel. Dus als je geen kaartspel hebt en je wil de truc compleet met de routine doen, dan zou ik eventjes een kaartspel bij je bestellen. Het is gewoon een simpel bicycle kaartspel. Artikel 0088 Bicycle Rider Back Pokerkaarten. €2,95. Ja, of je pakt het oude doosje zonder reclame erop, dan kost het €3,25. Splitkaart van Michael Chatelain. Oké, doe er even bergen meteen op, want die ligt zoveel spul op de... Ik wil ondertussen weer wat in beeld brengen. Dat ik het even netjes allemaal opberg. Zo, netjes naar op. Oeh, wat heb jij voor moois? Een mooi oud kistje. Wat zit daarin, is de vraag. Daar zit wat in. Daar zit wat in. Er zit in 4 pokerfiches. Met allemaal verschillende waardes. 50, 100, 500 en 1000. Zo. Het zijn echte... Ja, ik moet ze alleen nog in leveren binnenkort. Ik weet niet of de truc kost, maar er zal voor $1,650 aan fiches bij zitten. Is die truc al koop je. Verder kun je ook helemaal niks zien in een kistje. Kun je vragen om daar een aantal fiches uit te pakken wat je zelf wil. Maar laat het mij niet zien. En waarschijnlijk hebben die ook een waarde, dus dan mag je de waarde in je hoofd. Moet je kistje dichtmaken? Ja. Sluiten? Ja, zodat ik niks kan zien. Ja. Mag ik de munten in je hand doen? Kijk wat ik heb. Mag ik de munten in je hand doen zodat ik het echt niet kan zien? Mm-hmm. Een mooi kistje, staat op. Mm-hmm. Casino Royale. Ja. Dan moet je deze maar even. Oké, ik kan niks zien. Volgens mij, René, mm-hmm. ben je wel iemand die van geld houdt. Ik heb een vermoeden dat jij. Nee. 2 fiches gepakt hebt. Stel voor, dat zou kunnen, ja. 1500. Samen. Nou, ik heb inderdaad 2 fiches. Eentje van 1000. En eentje van 500. Makkelijk te doen. Mooi gemaakt. Ja, meer dan mooi gemaakt. Ja. Dit is wat ze noemen een collectors item. Waarschijnlijk maar van de firma Magic Wagon. Ja, schitterend mooi dingetje. Niet goedkoop, maar dat zijn alle Magic Wagon artikelen. En het heeft ook te maken met de gelimiteerde oplagen van 100 stuks wereldwijd. Ja. En de afwerking. Dit is gewoon echt. Ja, dit zijn spullen om ook om mee te werken, maar ook om in je vitrine te zetten. Alles is speciaal gemaakt. Ook de pokerfiches. Het zijn niet pokerfiches van de Action waar ze een sticker op geplakt hebben. Het zijn echt alles is gemaakt voor deze truc. Ja. Kost €295, inclusief instructies. Is het gemakkelijk? Ja. Een kind kan het doen. Moet je oefenen? Nee, je hoeft niet te oefenen. Eigenlijk moet je wel oefenen om in ieder geval gestroomlijnd te laten lopen. Maar het principe is zo simpel dat je dat niet hoeft te oefenen. En mensen moeten gewoon onderzoeken. Hè. Mensen moeten allemaal checken verder. Er is gewoon niks te ontdekken. Geen elektronica, zeg het even bij. Geen trillampjes, toestanden, afstandsbedieningen. Geen het is, apps. Het is wat het is. Nee, het is wat het is. Casino Royale van Magic Wagon. €295. Voor je Duitse kunden.
Ja. Ik heb hier steeds nog een kubus. Nou ben ik overigens niet goed in het oplossen van de kubus. Dus ook zelfs die kubus hier van Rubik. Als ik het moet oplossen, daar heb je apps voor. Oh ja, voor Rubik hoef je trouwens niet, of Leon, voor Rubik hoef je trouwens geen kubus te kunnen oplossen om een truc te kunnen doen, voor de duidelijkheid. Ja, dan ga ik toch iets zeggen. We hadden heel graag Venom Cube willen laten zien in de update. Venom Cube is ook een vet kubus effect. Ik denk dat we het de volgende keer nu gaan laten zien. Als we ze nog hebben dan. Als we ze nog hebben. Wat is de reden dat we hem niet hebben laten zien? Dat we de update eigenlijk nu een week eerder opnemen dan gepland. En dat we met Venom Cube zelf nog moeten spelen. Niet dat hij heel moeilijk is, maar je moet hem even bestickeren. En dat kun je op diverse manieren doen. En we waren even nog bezig met hoe gaan we hem bestickeren. Dat kun je in één keer doen. Dus die hadden we willen laten zien, maar door het laatste moment eerder opnemen van deze update kunnen we die niet laten zien. Maar check de website, want het is een potverdikkie gaaf ding. Ja, gemixte kubus. Ik zei, ik kan geen kubus oplossen. Kan ik echt niet. Ben ik niet goed in, ga ik ook niet proberen. Ik kan aan draaien wat ik wil, maar dat lost gewoon niks op, letterlijk. Het enige woord is, als je een kubus kunt oplossen, is dit. Dan kun je echt een kubus razendsnel oplossen. Zo, vet ding. Ja, hè? Dit is al heel oud, echt waar, en nu opnieuw uitgebracht. Was een tijdje niet meer in de handel, een half jaar of een jaar of zoiets, gok ik even. Enchanted Cube van Daryl. Moet je hier een kubus voor kunnen oplossen? Nee, hoeft hier ook geen kubus voor te kunnen oplossen, want ik kan geen kubus oplossen, zoals ik al zei. Je krijgt een echte Rubik's kubus. Is wel speciaal. Dus kun je niet uit handen geven? Je kan hem niet uit handen geven. Dan zou je een tweede bij moeten hebben en die switchen. Dat deden wij voorheen altijd. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dan pak je hem naar de B voor. Je legt hem in de koffer. Ja, je legt dat hem in de een koffer. Mooie manier zo. En als mensen zeggen, oh, ik heb gezien. Oh, sorry, dan haal ik hem daar weer uit. Je krijgt de kubus met de originele PDF-instructies van Daryl. En aanvullende instructies van Gregory Wilson, die eigen routines hiermee gemaakt heeft. Ja. Ook erg leuk trouwens. Check ook de video op de website die erbij staat. Hij is ook iets goedkoper geworden. Kost 43,95. In mijn hoofd was de oude versie nog 49 euro. Kan ook aan ons liggen dat wij de prijs niet scherper hebben. Maar ik weet dat hij in ieder geval nu goedkoper in de verkoop is dan voorheen. Mooie verpakking. Dus ja, ze allemaal die dingetjes. Ja, want Devil die heeft mooie dingetjes al gehad. Die komt er daar nog in aan. Ja, daarom gaat ik straks ook iets laten zien. Dus de Enchanted Cube, moeilijk? Nee. Moet je oefenen? Ja. Moet je hier een kubus voor kunnen oplossen? Nee, je hoeft niet op te lossen. Het enige is, als je met oefenen een fout maakt, en je draait hem helemaal fout, zeg maar, om simpel te zeggen, dan moet je hem oplossen. Nou, geen paniek, we hebben allemaal een mobiele telefoon. We hebben allemaal in ieder geval wifi op zijn minst. Dan ga je naar de App Store of de Play Store of wat dan ook, en dan zoek je naar Rubik's Cube Solver. En dan heb je allerlei apps, en variërend van, je maakt een foto van je kubus aan alle kanten met je telefoon. Zo, of je moet kleurtjes intikken op een schermpje. En dan zegt hij, oplossen, en dan zegt hij, draai de linkse rij twee keer, draai de rechtse rij twee keer. Dat is allemaal geen probleem. Of je leert het echt, zou ik ook een keer moeten doen. Of je kan misschien openmaken. Of je belt Leon. En losschroeven. Ja, kan ook. Zo bij deze ook aan. Rubik's kubus kun je uit elkaar wippen. Dus dat is een andere. Die andere, deze keer toen was wel losgroeven, weet ik. Oké, ja. Ook handig twee. Dus Enchanted Cube voor het idee. Van Daryl. Spelkaarten. Ja. De Foil Back Crimson. Ja. Die zagen we in. Ze waren in de handel. De Crimson Back Playing Cards. Kostte rond de 27,95. We hebben ze nooit eerder gehad, omdat ik ze toch wel prijzig vond voor wat het was. De fabriek die ze drukt, United States Playing Card Company, is gestopt met de productie omdat het gewoon te duur was om te produceren. Maar ze hebben nu een nieuw proces ontwikkeld, waardoor ze eigenlijk dezelfde kaarten kunnen maken, op een iets andere manier, qua productie, met hetzelfde resultaat voor de helft van de prijs. Resultaat, we hebben hele mooie Crimsonback kaarten voor €13,95. Normaal zijn de doosjes zijn altijd schitterend mooi, die glimmen altijd heel mooi. Ja. En dan maak je de kaartspel open en dan zie je de kaarten. En de achterkant die zijn er gewoon mat. Dat vind ik zelf altijd een tegenvaller. Hoe spannend zijn ze dat? Ja, je hebt een chance voor een spelletje. Nee, ik dacht laatst even, de mensen willen meestal ook wel de plaatjes even zien. Ja, het plaatje allemaal hetzelfde, maar
Het is allemaal een beetje een grijs tint erachter. Dus niet de geel en de blauw tint zie je niet echt veel. En de achterkant is ook mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien als ik hem zo... Kijk maar, het is echt gewoon vet glimmend. Ze zijn echt allemaal metallic inderdaad. Ja. Voor 13,95. Dus geen speciaal spel verder. Het is gewoon echt een heel mooi spel. Een luxe spel, laten we het zo noemen. Voor een goede prijs. En van hieraf lijken de kaarten nu gewoon zwart. Ja, voor mij ook nou. Okay. Dat is echt, als je het een bepaald licht, dan zie je verkleuren ze ook een beetje. Color changing deck zonder vingervlugheid. Ik doet me denken aan de truc die we ooit verkocht van Illusionist. Waarbij je ook een bepaalde hoek de kaarten moest houden en dan verkleuren ze ook. Ja. En dan maar hopen dat de mensen de juiste hoek zagen. Verkoop ook niet meer. Oké. Okay. Voor video was het wel mooi. Voor video was het mooi. Ja, dat kon je tenminste opnieuw doen. Maar goed. Vergeet dat eventjes. We gaan er wel aardig doorheen. Ook nieuw trouwens. 2,95. Nee. Kaartspel. Spelkaarten. Dan mag je ergens stop zeggen, wat je zelf wil. Stop. Stop. Op de plek waar je gestopt bent, mag jij even de kaart bekijken. Pak hem even zelfs nog. Ja? Heb je hem? Jazeker. Ja, mooi. Je mag... Ik zal het zien nog. Is het jouw lievelingskaart of was het gewoon een willekeurige kaart? Nee, het was geen schoppaard. Maar het was Kino. Dat is wel cool, let op. Deze kaart heeft namelijk speciale eigenschappen. Let op, ik zal het zien, Mats. Als je namelijk dit doet, dan gaat die kaart heel langzaam... Stijgt die kaart van het spel af. Zie. En die gaat ook weer helemaal terug. Zie. In het spel. Jij koos de klaveren 9. Jij krijgt mij natuurlijk de klaveren 9. Nou, dit is een klassiek effect. Wat bedoel ik met klassiek effect? Dit heet, vroeger heette dit de hoverkaart van Dan Harlan. Dus echt, hoverkaart. Hoverkaart is al heel lang niet meer in de handel. Er zijn wel diverse leveranciers die hetzelfde ding nog gewoon maken. Daar verkopen we ook netjes floating card. Also known as AK hoverkaart. Dit is niet de originele, maar het is wel exact hetzelfde. Dus omdat de oude niet meer is, hebben wij er ook niet zo moeite mee. Tegen dat we dan verkopen, zeg maar. Kijk, we zouden niet verkopen als het originele nog bestond. Maar het is een prachtig ding. Moeilijk? Nee, super gemakkelijk. Compleet met de Nederlandse gebruiksaanwijzing. De speciale gimmick. Ook hier geldt weer. Je hebt een kaartspel nodig. Basico Poker, artikel 088. 295. Je hebt twee kleuren. Blauw, rood. Dat kun je uitkiezen. Dus dat betekent een blauwe gimmick of een rode gimmick. Zorg dat het kaartspel ook dezelfde kleur heeft. Dat is wel het mooiste. €12,50. Dat is de floating card. Ik heb ook nog wel iets. Ja, maar oké. Ik heb er nog eentje, zie ik hier, maar die pakken we zo meteen. Geen haast. Even kijken. Twee touwen, dat is eigenlijk een truc die je staan moet doen, dus ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen. Ik heb hier een wit touw. En ik heb hier een rood touw. Ver. Mooi, hè? Ja. Deze truc deed ik altijd eerst met twee witte touwen, maar toen snapten de mensen de truc niet. Maar waarom, dat zul je zo zien. Ik ben benieuwd. Ik zal hier even een knoop maken. Kijk zo. Hoppakee. René, ooit gehoord van acrobatische toverknoop? Acrobatische toverknoop? Een acrobatische toverknoop. Nee. Kijk, ik zal je laten zien. Acrobatische toverknoop. Acrobatische toverknoop. Even op zoek in het woordenboek. Zo. Kijk, als je die touwen vastpakt en je blaast heel hard op deze manier, dan gebeurt er namelijk een wonder, want dan springt de knop namelijk van het ene touw, zie je, naar het andere touw. Ja. Ik heb nog wat meegenomen, ik zal het even zo doen, een beetje improviseren. Ja, normaal heb je meer ruimte, maar we zitten hier met de hoogte een beetje proberen. Zou je er een beetje toverzout op willen doen? Niet te veel. Op de knop? Ja. Oh! Kijk maar wat gebeurt als je het er weer op gooit. Gooi hem maar op. Zie je, dat springt hier gewoon. Oh, toverdoos is. Het mooiste wat je nou gedaan hebt, René, nou kan ik namelijk die knoop vastpakken. Uh-huh. Ik kan hem zo afschrijven, maar als je wil kun je hem ook terug erop gooien. Wat doe je allemaal?
Kijk, zullen we het nog een beetje op willen doen? Niet te veel. Kijk, nou kun je namelijk de knop van hier. Even kijken, van hier. Naar hier laten verplaatsen. Ah, ik ken dit. Het hebben we bij een andere truc ook zijn van die. Ik noem het even. Valse knoop. Schuifknoop. Als je er namelijk overheen wrijft. Dan smelt hij namelijk helemaal vast. Aan het rode touw. Ik heb het ook een beetje goed gedaan, want ik vind het een beetje lastig te doen zittend. Geen magneten. Geen knoopjes. Het zit gewoon echt aan elkaar vastge. Vingerhaak, kant klossen, weet ik hoe dat heet. Weet ik weer, punniken. Gepunnik dus dat. Punniken, ja, maar dat denk ik niet. Een punniken werk gewoon dat te maken. Ja, dit is natuurlijk verkoop al lang deze. De klassieke Acrobatic Knot. Ja. Nu opnieuw uitgegeven onder Amazing Acrobatic Knot. Amazing, van Daryl. Ja. Van Daryl. En ze hebben een kleurtje eraan toegevoegd. Nou, niet aan deze, maar ze hebben. Standaard was altijd rood en wit. Ja, en dan hebben ze ook nog geel en blauw. Ja, dus dan krijg je ook geel en blauw touw daarvan in de plaats, zeg maar. Kun je kiezen? Ik heb hier alleen de video nog niet van gezien, dus ik kan niet zeggen wat er nu aan is. Ja, ik denk dat je ook hier de klassieke video van Daryl krijgt en daarnaast. Ja, aanvulling van. De aanvulling van Mr. Gregory Wilson. Er zitten ook nog extra dingetjes bij. Reserve, zeg maar. Meer, ja. Meer voor, echt voor de routines, dat hebben we, niet, we hebben dat niet gezien verder. Ik hoop dat het er goed uitziet, want ik ja, volgens mij wel. Ik heb volgens mij wel. Maar het is zittend, dus. Is inderdaad, ja. Je bent beperkt tot dit, ben je beperkt nu tot dit. Ja. Maar daarom hadden we het toverzout, dan ging het in ieder geval zeker goed. Hadden we voor zekerheid gepakt. Ja. Okay. Piepend zoutvaartje trouwens, voor mensen die... Ja, piepend zoutvaartje mini, superleuk. Dit heeft natuurlijk niks met truc te maken, hè? Maar stel dat je ooit iets in je zak moet droppen of ooit iets uit je zak moet stelen. Dat ik niet gedaan heb trouwens. Nee, natuurlijk zouden wij nooit doen. Dan zou je natuurlijk altijd toverzout kunnen pakken, ja. Zo overstrooien. Nou ja, je kunt zelf bedenken waar dat dan goed voor is. Ja. Het is grappig, het is leuk en super handig dan. We hebben een klein, we hebben het groot, ja. We hebben een Maggi hebben we. Beetje ja, hebben we ook. Ja. We hebben, klein en groot. Het is dat nu de vrienden daar gesloten, zou ik hem even pakken. Maar... Mooi, ik heb er zelf ook eentje liggen. Ja. Ik heb deze namelijk ook liggen. Ja. Dus, het is een goede reden. Ja. Ik doe heel veel, ook verschillende touwtrucs in mijn show waar ik iets met knopen moet doen. En dan heb ik ook altijd toverzout in mijn zak. Gebruik dat niet, moet ik zeggen. Ja. Nooit aan gedacht. Dat ik het al vanaf 25 jaar geleden gewoon zout los in mijn zak heb zitten. En als je flauwe mensen hebt, ook altijd handig. Flauwe mensen, ja, toverzout. Beetje zout erop. Oké. Okay. Mooi. Ja. Zijn aan elkaar? Nee, grapje. Aan elkaar is goed gezien. Toch? Ja, vind ik ook. Van de 5000, als het er niet meer zijn, zijn het er een hoop kaarttrucs. Dus. Ik ben het denk ik of we kunnen het proberen. Nou, dit is eentje die we hadden niet gepland in de update. Je hebt een spel kaarten. Stel je voor dat je dat wil laten verdwijnen. Kan je dat bijvoorbeeld op deze manier doen? Dit, je wuift ermee, zie je. En dan wordt het in ieder geval al de helft minder. Ja, dat is al mee. Op zich al een begin. Kijk, maar ik ben een heel dun pakje, heb je nog maar, zie. En stel nou, voordat je nog dit doet, zo, zzz, dan heb je eigenlijk nog maar één kaart, zie. En met die één kaart, ene kaart, heb je dus eigenlijk dat je kaartspel verdwenen is en heb je nog maar één kaart over. Misschien ook weer ruimte in je broekzak hebben erop te zeggen. Ja. Deze truc is eigenlijk gemaakt om te vertonen als je publiek staat, dat jij lager doet, zeg maar. Daarom is deze truc wellicht niet zo geschikt voor deze update. Als dat zo werkelijk zo is, dan zien we dat bij het monteren en dan zie je deze truc toch niet terug in deze update. En dan hoor je mij dit ook niet zeggen. Maar, ik maar we wilden het even proberen, dus volgens mij ziet het er wel gewoon oké uit. Het is natuurlijk wat spastischer aan één kant. Het heet Level 1. We zagen dit ook in Blackpool vertonen. Door Christian Grace. En ja, die deden het natuurlijk 100 keer gedaan. Fantastisch goed. We zagen dat hij deed gewoon 10 keer achter elkaar. En nou, ik had wel een idee wat er was. Het werkt overigens iets anders dan ik dacht nog. Nog makkelijker. Maar ook dit is goed te doen. Ja, en degelijk gemaakt. Degelijk gemaakt. Eén keer een preparatie van een minuut. Voor jezelf. Om het nog beter te maken. Ik zou niet hoeven, maar het maakt het nog beter. En dan gaat er leven lang mee. Ja, je klinkt heel vaak, maar je kan het allemaal schoonmaken, bijhouden als het nodig is, als het vuil zou worden. Het is een solide gimmick die je makkelijk mee kunt nemen. En het is natuurlijk ook tof, dat moment dat je zegt, ik heb er maar één kaart, dat is de gekozen kaart. En alle andere kaarten liggen onder een glas op tafel, in je zak. Dus je kan echt tijdens de routine, je hebt allemaal uitgelegd, met een compleet kaartje wat je hebt, wat dan verdwijnt. En waar de kaarten
ergens anders terechtkomen. Dus je leert niet alleen deze even simpele versie zoals ik het nu deed, maar ook hoe het in te weven in de complete routine. Level 1. €35. €35. Top dingetje. Ja. Top dingetje. Ja. Ja, nou ik heb mijn portie hier gehad. Ik heb er ook niks meer liggen. Ja, ik heb al wel liggen, maar dat hebben we allemaal gehad. Ja. Dus, lezingen. Wat kunnen we nog zeggen? Ja, lezingen hebben één mooie lezing erbij. 4 juni is een dinsdag uit mijn hoofd. Ja, en was een dinsdag nu. Ja, de laatste Europese tour van Michael Emmer. Die gaat voor de laatste keer door Europa toeren. En die komt uiteraard weer bij ons voorbij. Hij is al 2 keer eerder geweest. 2010, dacht ik, 2013. Dus dat is al even geleden. Komt hij voor de laatste keer langs bij Dynamite Magic Shop. Voor een lezing. Hij gaat laten zien zijn allerbeste effecten en wat nieuwigheden. Dus verwacht niet een heel nieuwe lezing als je al bij de eerdere lezingen bent geweest. Maar verwacht gewoon een lezing. Gewoon een goede lezing met praktische effecten. Heb je hem nog nooit gezien? Schrijf je in, want de inschrijvingen gaan hard. Dat merken we al. Had ik ook wel verwacht. Ja, zorg dat je erbij bent. 4 juni om 8 uur. Dan nog een dingetje. Het Dutch Festival of Magic komt eraan. Dat is op... moet ik altijd even denken... 30 mei, 31 mei en 1 juni in de Reehorst in Ede. Check even dutchfestivalofmagic.com. Of bestel even iets, dan krijg je een fotootje erbij. Ja, bij onze bestelling voegen we al maandenlang flyers erbij ook. Dat kan ook inderdaad. De Nederlands kampioenschap zeg maar, van de goochelkunst zijn dat. Met dealers, met lezingen, met galashows, met alles erop eraan. Met Hans Klok Trophy. Dus wij zijn natuurlijk ook met een grote stand. Als jij daar naartoe wil, check even de website van het Festival of Magic. We hebben geen speciale openingstijden gedurende de paasdagen. Dus we zijn gewoon Goede Vrijdag gewoon open. Ja. En voor de rest, tweede paasdag zijn we dicht overigens. Voor de rest is onze winkel gewoon over de paasvakantie, voorjaarsvakantie, kookvakantie, hoe je het wil noemen, gewoon geopend. Ja, en dus, we hebben eiertrucs genoeg. Ja, trucs, ja. Dus als je nog nodig hebt. Ja. Zo kort dag, denk ik. Ja, dat wordt krap. En als je deze ziet, is het toch wel... Is het alweer paas geweest? Misschien dat ik hem vanavond online zet. Dat betekent dat hij nu in dit geval donderdagavond online staat. Dat is misschien wel een leuk idee. Gaan we gewoon proberen. Ligt eraan hoeveel lang je moet renderen, want een video maken kost tijd. Mensen, we gaan ermee stoppen. Ja, wij niet, maar met deze update. Ja, met deze update. De dag is net begonnen. Hey, hoi. En nu pak ik u.